Ja, liefhebbers, weer even een update over de B&B Vol Liefde. Dat is natuurlijk een bijnaam, want dat is totaal geen Vol Liefde, helemaal nergens niet. Maar goed, laten we eens even beginnen in Oostenrijk bij Jodelaar IT. Want die arme Nico, ik had gezegd dat zij die Nico moest nemen. Want die Nico, die was dus geschikt voor Jodelaar IT. Nico die nam alles op de koop toe. Alle gekkigheid over schoonmaken en de gekkigheid met babbelen tegen het hondje. Dat vond Nico allemaal geweldig. En elke keer als ze praten, schieten de ogen als een dolle open. Dus. En die Nico die vond het allemaal best. En wat doet Jodelaar IT? Jodelaar IT vond dus dat Nico te veel de aandacht trok en die wilde te graag. En Nico liet steeds maar weten van, oh, ik wil zo graag met jou. En toen zei Jodelaar IT, en nou heb ik genoeg van je en weg. Wat een enorme blunder van die Jodelaar IT. En die Nico, nou ja, ik moet zeggen, Nico, wees er blij mee. Je bent hier ontsnapt aan een enorm gekkenhuis. En die andere twee die er nog zitten, die voetbaltrainer en die golfbal, hey, vluchten, zorg dat je wegkomt. Gaan we snel door naar Portugal, naar vader Jacob en zijn vier werksters. Nou, wat dat een vertoning is, ik weet het ook niet hoor. Daar is de romantiek zo ver zoek. Ja, die mensen die gaan het echt nooit met elkaar doen in geen 100.000 jaar. En het moet ook maar beter zo blijven. Schakelen wij heel snel door naar Bonjour in Frankrijk. Met zijn slagschip Romana, want die loopt daar nog steeds rond. Maar hij heeft ene Annemarie, die heeft hij weggestuurd. Die heeft gezegd van, nou, ik zie het helemaal niet in jou zitten. Nou ja, dat mag, dat kan. Geen enkel probleem. Maar of dat wat gaat worden, ik had dat wel gedacht eigenlijk. Want Bonjour is lomp. En zeg maar, het slagschip is ook vrij lomp en direct. Dus ik dacht van, nou, die gaan elkaar wel vinden. Maar dat ziet er toch niet zo uit, vrienden, moet ik zeggen. Nee. Nee, ik heb toch het idee dat gewoon alleen maar leuk is en leuk en leuk. En mijn leuk en leuk gaat niet leiden tot, oh, wat hou ik van je. Nee, dus dat wordt uiteindelijk niks. En nou is er een nieuwe ingeschoven daar, ene Gwen. Wel een klein, ja, ik moet zeggen, wel een klein leukertje. Dus dat zou zomaar eens een gevaar kunnen worden voor slagschip. Houd dat in de gaten. Schakelen wij weer snel door naar Salerno. En daar zit Debbie, bijgenaamd, zoals wij weten, ongemakkelijk, met haar mannen. En die heeft Melvin, die zoveel klusjes voor haar heeft gedaan, die heeft ze uiteindelijk weggestuurd. Nou Melvin, ook jij, gefeliciteerd en wees blij dat je niet bent blijven hangen aan dat ongemakkelijk. Maar goed, ongemakkelijk, wie ze ook binnenkrijgt, het maakt haar niet uit. Ongemakkelijk heeft voor zichzelf vastgesteld dat de nieuwe man in haar leven die moet lijken op George Clooney. Hey, hoe vinden we die? Zeg, ongemakkelijk. Luister eens even goed. Het is in het leven wel zo dat je weet van jezelf in welke divisie jij speelt. Hè? Ja, dan kijk je in de spiegel en dan denk je, oké, daar hoor ik ongeveer thuis. En dan zie ik bijvoorbeeld, dat deed ik vroeger, en dan zag ik bijvoorbeeld een geweldige, lekkere vrouw en een lekker wijf lopen. En dan keek ik in de spiegel en dan dacht ik, oh ja, oké, dat is niet voor mij. Nee, ik zit, weet je wel, een paar divisietjes lager. Hé, hallo, ongemakkelijk. Jij speelt in de derde divisie en nou wil je in één keer, wil jij in de Premier League meedoen? Hé, hey, hallo hé. Hey. Die ongemakkelijk, die heeft werkelijk alle spiegels in huis weggegooid. Ongemakkelijk, doe mij een lol en koop een spiegel.